allemaal en welkom. Leuk dat jullie kijken naar deze voorlichtingsvideo over de opleiding MZVIG niveau 3. Deze opleiding valt onder de sector zorg en de volledige naam van deze opleiding is maatschappelijke zorg, verzorgende individuele gezondheidszorg. Maar ja, als ik dat de hele tijd in het filmpje moet zeggen, wordt het een erg lang filmpje, dus ik hou het bij de afkorting MZVIG. Als je deze opleiding wil doen, zijn er een aantal toelatingseisen. Nou, in het schema of tabel zie je bij niveau 3 dat je een diploma VMBO kader beroepsgerichten gemengde of theoretische leerweg of een overgangsbewijs naar HAVO VWO 4 of een MBO diploma niveau 2 nodig hebt om bij deze opleiding toegelaten te kunnen worden. Ik ga jullie wat vertellen over de locatie Breestraat, want daar wordt deze opleiding aangeboden en daar staan we ook nu. Misschien zie je het wel achter mij, ik sta midden in de stad van Leiden, de studentenstad. Het is heerlijk op deze locatie, omdat je lekker makkelijk een lekkere lunch kan halen. Het is dicht bij het openbaar vervoer, de treinen, kleine 10 minuutjes wandelen naar de treinen. En alle bussen komen hier ook voor de deur bijna rijden. Verder is het een vrij nieuwe school, waarbij je dat heel erg goed ziet aan de praktijklokalen, die heel erg mooi zijn. Uitzichten, ruime lokalen, waarin je een mooi uitzicht hebt over de stad Leiden. We zijn hier op de Breestraat in Leiden, hartje centrum van deze studentenstad. Ik neem je graag mee op een rondleiding. Volg mij. Voor al je vragen kun je terecht bij de infodesk. Studenten die een maatschappelijke opleiding volgen, krijgen hier creatieve lessen. Hier oefenen verzorgende en verpleegkundigen eerst voordat ze echte mensen gaan behandelen. Hoe is het nou? In dit lokaal leren doktersassistenten medisch-technische handelingen, zoals bloeddruk meten. Hier leert de doktersassistent telefoongesprekken voeren. Met de assistenten van dokter Van der Ploeg. Hier worden de examens gehouden. Hoi! Hier zit het Onderwijs Servicecentrum. Dat is een dienst waar je gebruik van kan maken voor extra begeleiding en ondersteuning. In de aula kun je pauze houden, lekker je broodje eten. De balietraining voor de apotheeksassistent wordt in deze apotheek gedaan. Alsjeblieft. We zijn aangekomen bij de tandartsassistenten. Hier leren ze samenwerken met de tandarts. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de rondleiding. Ik ga de stad in. Doei! De opleiding MZVIG, je hoort het al, zijn eigenlijk best wel breed, want je hebt de maatschappelijke zorg en de verzorgende individuele gezondheidszorg. Je kunt in allerlei verschillende branches van de verzorging werken, of daar word je voor opgeleid. Je gaat werken in de sector gezondheidszorg en je kunt in allerlei verschillende branches aan de slag. Nou, je hoort het al aan de opleidingsnaam, maatschappelijke zorg, verzorgende individuele gezondheidszorg. Het is heel breed, je kan in allerlei branches aan de slag. De ouderenzorg, zowel somatiek als psychogeriatrie. Nou, wat dat precies inhoudt, dat kan je natuurlijk leren in de opleiding. De gehandicaptenzorg, waarbij je met verstandelijk beperkte mensen kan werken, lichamelijk, zintuigelijk en of meervoudig. De geestelijke gezondheidszorg, oftewel de GGZ, revalidatie, thuiszorg in alle leeftijden en de kraamzorg. De uitleg over deze opleiding, je wordt dus heel breed opgeleid, wat ik net al zei. En in het derde jaar maak je eigenlijk de beslissing in welke je gaat specificeren. Misschien wil jij wel in de VVT werken, verzorgingstehuis, thuiszorg of met specifieke doelgroepen? Dan kies je de uitstroom MZ specifieke doelgroepen. Misschien wil je wel in de gehandicaptenzorg aan de slag. Dan ga je kiezen voor de uitstroom gehandicaptenzorg. Zo heb je dus eigenlijk twee diploma's in één, want daarnaast heb je de VIG, de verzorgende opleiding. Je kan je zelfs
in de kraamzorg specificeren. Dan krijg je niet het MZ-diploma, maar wel de VIG-diploma. En dan kan je dus ook met een extra aantekening specialiseren in de kraamzorg. Nou, nu ga ik je wat vertellen over de inhoud van de opleiding, hoe het er een beetje uit gaat zien. Je leert onder andere werken, met mensen. En je biedt ondersteuning bij de persoonlijke verzorging, zoals bij het wassen, aankleden, zorg dragen voor de voeding. Je kan ondersteunen in het huishouden. Je stimuleert de zorgvrager zo zelfredzaam mogelijk te leven. We werken met een persoonsgerichte benadering, cliëntgericht. We willen ze in hun eigen kracht zetten en daarin leiden we jullie ook op om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. Je werkzaamheden variëren dus heel veel. Van uitvoeren van zorg- en begeleidingsactiviteiten tot het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Maar als je hier op school komt, moet je eerst natuurlijk een beetje oriënteren. Dus als je hier op school komt, beginnen we met de eerste 3 weken oriëntatie. Daarin leer je een beetje digitale vaardigheden. Misschien denk je wel dat je heel handig bent met de computer. Maar het is soms nog even handig om even de extra touches te leren. Je gaat inkijkje nemen in je eigen gezondheid. Want je moet ook zelf weten hoe je staat in je gezondheid, zodat je andere mensen daarin kan helpen. En ja, je leert een beetje de kneepjes van hoe het hier allemaal aan toe gaat op de opleiding in het MBO Rijnland. Nou, als die 3 weken voorbij zijn, dan gaan we echt met de vakken beginnen. Je krijgt generieke vakken, zoals rekenen, Nederlands en ook loopbaan en burgerschap. Daarnaast krijg je ook vakinhoudelijke vakken. En in die vakinhoudelijke vakken gaan we natuurlijk de theorie gaan we verder verdiepen. Maar daarnaast is de praktijk ook heel erg belangrijk. Dus krijg je praktijklessen en ga je natuurlijk ook de praktijk in. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. Casuïstiek staat centraal in deze opleiding. Ik ga je straks een aantal zorgvragers laten zien waar je kennis mee leert maken. En die in de opleiding aan het begin van het jaar aan bod komen. Hierna heb ik een best wel drukke foto met het rooster. Maar het is een beetje om een beeld te krijgen van hoe het eruit gaat zien. Nou, de eerste weken, een periode duurt 10 weken. En de eerste 2 periodes ga je eigenlijk 5 dagen naar school. En hier krijg je allerlei verschillende vakken. In de periode 3 ga je stage lopen. Dan ga je 2 dagen naar stage en 3 dagen ga je naar school. In de leerjaar die daarna komt ga je sneller op stage. Maar daar ga ik straks bij BPV wat meer over vertellen. In het rooster zie je allerlei vakken staan. Net zag je het hele rooster voorbij komen en er stonden allerlei vakken in. En er stond onder andere de ALA. En ALA is de authentieke lerenactiviteit. Dat draait om het aanleren van hele taken uit het werkveld. Om een hele taak te leren krijg je altijd eerst veel begeleiding, maar deze loopt steeds verder af zodat de student het uiteindelijk zelfstandig kan. Zo hebben we ALA 1A, ALA 1B, ALA 1C. En zo leer je steeds verder ontwikkelen. Je werkzaamheden variëren van het uitvoeren van zorg- en begeleidingsactiviteiten tot het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Het kan dus alle kanten op. Zo krijg je bijvoorbeeld het vak levensfase en levensvragen, waarbij je gaat kijken naar de ontwikkeling van de mens. Want als je weet wat de normale ontwikkeling is, kan je daar ook je begeleidingsactiviteiten op afstemmen. Ook het vak dagbesteding. Dan ga je kijken welke activiteiten je kan aanbieden die passen bij de wensen en behoeften van de zorgvrager of de cliënt. Net zei ik al, er wordt altijd gewerkt vanuit een casus. Je werkt vanuit de casus aan het verlenen van zorg en begeleiding en het opstellen van een zorgbegeleidingsplan voor de cliënt uit de casus. Later in het jaar ga je natuurlijk stage lopen en staan casuïstieken uit je stage of werkplek centraal. Wat kom je tegen in de praktijk en welke leervragen ontstaan eruit? Maar voordat je je eigen casussen kan gebruiken, hebben wij dus een aantal casussen en wil ik je daar even kennis mee laten maken. Maak bijvoorbeeld kennis met mevrouw Voorsluis. Mevrouw van 87 jaar krijgt 2 keer per dag thuiszorg. Ze wordt geholpen bij het wassen en aan- en uitkleden, maar ze is gestruikeld over het vloerkleed en ze heeft een gebroken heup. Daarvoor moet ze naar het ziekenhuis en moet ze gaan revalideren. Maar ook met Jasper Blaak heeft een ernstig meervoudige beperking en spasme. Hoe ga je met hem communiceren? Hoe ga je hem begeleiden? Daar wordt in de casus op ingegaan. En meneer Stekelenburg. Meneer Stekelenburg heeft een CVA. Hoe ga je daarmee aan de slag? Daar leren we je mee. Ja, weet je, de kneepjes van het vak. En daarna ga je in het werkveld daarmee verder aan de slag met je eigen casus. Binnen de BPV zou je te maken krijgen met diverse begeleiders, andere disciplines. En tijdens de lessen zou je kennis opdoen over de diverse taken van de praktijkopleiders en werkbegeleiders. Want je gaat natuurlijk stage lopen. Zoals ik al zei, in leerjaar 1 ga je vanaf de 3e periode stage lopen. 2 dagen in de week. In leerjaar 2 ga je wat meer stage lopen en zal je zo'n 600 uur stage lopen. Net zoals in leerjaar 3. Op school bereiden we je voor op stage en op je stage zal je begeleid worden door een praktijkbegeleider. Loop je nou tijdens de opleiding om wat voor reden vast?
Het OSC kan jou helpen, dat is het Onderwijs Service Centrum, om een steuntje in de rug te bieden. Om je verder op weg te helpen, om gesprekken te voeren. Misschien heb je wel maatschappelijk werk erbij nodig, andere begeleiding. Daarvoor kan je terecht bij het Onderwijs Service Centrum. Ook hebben wij plusstudenten die klaarstaan om jou te helpen. Bijvoorbeeld bij het plannen van huiswerk, maken van opdrachten, leren voor een toets, noem maar op. Voor welke studenten is eigenlijk deze opleiding bedoeld? Nou, het is belangrijk dat je betrokken bent bij anderen, een toegankelijk persoon. Je kunt je gemakkelijk in de belevingswereld van een ander verplaatsen. Je bent assertief, je weet van aanpakken, maar kunt ook goed je grenzen aangeven. Je hebt een ondernemende en onderzoekende houding en je kunt professioneel omgaan met de gevoelens van de cliënten. Daarnaast bouw je een vertrouwensrelatie op met de cliënt. Jouw toekomst. Je kunt met deze opleiding doorstromen naar niveau 4, persoonlijk begeleider, gehandicaptenzorg of persoonlijk begeleider, specifieke doelgroepen. Daarnaast de opleiding verpleegkundige niveau 4. Werken kun je in allerlei verschillende branches. Ligt eraan een beetje welk je in het derde jaar als uitstroom kiest. Je kan denken aan de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, kraamzorg, specifieke doelgroepen, geestelijke gezondheidszorg en de kraamzorg. Wil je meer informatie over de kosten, hulp bij studiekeuze, hulp bij het inschrijven of de toelatingseisen, dan verwijs ik je door naar de website van MBO Rijnland. Vind je nou dat deze opleiding bij jou past? Fijn dat je dan voor ons kiest. Je kan je aanmelden zowel schriftelijk of op de site. Bedankt voor het kijken en hopelijk zien we jou gauw bij het MBO Rijnland. Tot ziens!